Goeiedag. Mijn naam is Youssef, de eigenaar van het bedrijf HypnoHelp. Ik help mensen onder andere met het afvallen, met het loslaten van vet en bereiken van ideale gewicht en maat. Ik heb hier 5 richtlijnen bij elkaar gezet. En als jij die 5 richtlijnen volgt, kun je ervan zeker zijn dat jij je vet gaat verliezen, gaat afvallen en je ideale gewicht gaat bereiken. De eerste richtlijn is: eet wat je wilt en niet wat je kunt. Je wilt slank, fit en gezond zijn. Zo je gaat eten wat slanke, fitte en gezonde mensen eten. Je lichaam weet wat het nodig heeft om gezond te blijven. Luister naar je lichaam. Ontneem jezelf van bepaalde eten, versterk je wens alleen om meer te eten. What you resist, persists. Je wilt altijd meer van wat je denkt dat je niet kunt hebben. Er is geen verboden voedsel, maar sommige voedingsmiddelen zijn gezonder voor jou dan anderen. De tweede is: eet wanneer en alleen wanneer jij fysieke honger hebt. Het negeren van natuurlijke honger van je lichaam kan leiden tot overeten en vetopslag. De derde is: eet langzaam. Verlaag de snelheid van je eten tot 1/4 van wat het nu is. Leg je bestek neer tussen iedere hap en neem de bestek weer op voor de volgende hap pas als jouw mond volledig leeg is. Als je merkt dat je nog steeds snel eet, pak dan eens je mes en je vork met andere hand of gebruik chopsticks. Wanneer je een boterham of een koekje aan het eten bent, leg het eten neer tussen iedere hapje. En blijf vragen aan jezelf: heb ik nog honger? De vierde is dat zo gauw dat je denkt dat je niet meer honger hebt, stop met het eten. Je lichaam zal je vertellen wanneer jij voldoende gegeten hebt. Laat altijd een klein beetje eten op je bord. Wanneer jij weer honger hebt, kun je weer gaan eten. Maar dan moet je meteen stoppen als je denkt dat je geen honger hebt. De vijfde is: wees aardig tegen jezelf. Wanneer je jezelf in de spiegel kijkt, visualiseer jezelf als een slang, fit en gezond. Stel je eens voor hoe fantastisch je je voelt. Als je 1 keer meer gegeten hebt, wees niet streng voor jezelf. Gewoon accepteer wat er gebeurd is en ga terug naar het volgen van de richtlijnen bij het volgende eten. Elke keer dat je denkt dat je honger hebt, neem eerst 1 glas water om zeker te zijn dat je echt honger hebt. Als je na het drinken van water nog het gevoel hebt dat je honger hebt, ga verder met het eten en volg de richtlijnen 1 tot 5. De signalen voor dorst en honger zijn bijna hetzelfde. Daarom vergissen mensen zich en gaan ze eten terwijl ze echt dorst hebben. Geniet van iedere hapje dat je neemt. En geniet ook van je slank, fit en gezond lichaam. Bedankt voor je aandacht. Meer informatie over hoe ik jou kan helpen om aan je ideale gewicht en maat te komen, kunt u vinden op www.hypnohelp.nl.